Hallo allemaal, hartelijk welkom bij weer een video over 3D printen. Dit keer geen les of zo, maar eigenlijk gewoon iets leuks wat ik wilde printen. En soms is leuk niet leuk genoeg. Ik zag op mijn mini factory, adressen zal ik allemaal onder de video plaatsen, een kasteeltoren, een lookout tower. Gemaakt door Jukka Seppänen. Ik hoop dat ik zijn naam goed uitspreek. Hij is Fins, denk ik. Want als je gaat kijken bij My Mini Factory en zou op zijn naam zoeken, dan vind je dat hij heel veel van dat soort torens maakt. Dat is erg fraai. Ik hou van dat soort historische gebouwen. Nou had hij van deze wachttoren, deze uitkijktoren, die bijna een halve meter hoog is, had hij een bloempot gemaakt. Nou ben ik niet zo van de bloemen en mijn vrouw ook niet, die is daar allergisch voor. Dus ik had besloten om deze toren een andere look mee te geven. Beter gezegd, niet een andere look zoals hij eruit ziet, maar zonder plant erin. En in de plaats van daar waar die plant ingebouwd wordt, verlichting in te gaan bouwen in die toren. En daar ben ik op dit moment mee bezig. En aan het eind van de video hoop ik dat u het kant-en-klare resultaten zien krijgt van die toren. Die toren bestaat origineel uit vier delen. Dat is een bodemplaatje, is niet al te groot. Dan het onderste gedeelte, het middengedeelte en het topgedeelte. Ik heb daar nog wat dingen aan toegevoegd. Ik heb namelijk een deksel voor bovenop gemaakt, want om de lampjes, de LED-lampjes te gaan voeden die erin gaat zitten, moet er een batterij worden gebruikt en die komt bovenin de toren te liggen, als alles goed is, als dat lukt. Daaroverheen wil ik dan een plaatje leggen, zodat het niet ziet, dat je niet van de bovenkant ziet dat er een batterij in ligt, maar dat het zeg maar gewoon ook echt een toren blijft. Dus ik heb het bovenste plaatje moeten ontwikkelen. Nou, dat is niet zo verschrikkelijk moeilijk natuurlijk. Maar daarnaast heb ik een hangmechanisme moeten realiseren, waardoor die lampen straks in die toren kunnen hangen. En dan hoop ik maar, want ik ga drie LED-lampjes gebruiken, dat dat voldoende licht gaat geven. Nou, in deze video ga je een paar timelapses zien. En je gaat een stukje zien over de elektronica die gebruikt wordt. En hopelijk aan het eind een fraai eindresultaat. Nou goed, in elk geval alvast tot een volgende keer. En ik hoop dat je dit leuk vindt. Dag! Om de toren te voorzien van LED-verlichting had ik een aantal onderdelen nodig. Allereerst zal het geheel worden gevoed door een blokbatterij. Nou, die zien we hier, die kun je eigenlijk overal wel krijgen. Onderaan de video staan een aantal adressen. Ik heb namelijk dit soort onderdelen simpelweg uit China besteld van AliExpress. Om die blokbatterij te voeden is er een simpel kabeltje en dat zien we hier liggen. Dat is deze kabel hier. Dit is eigenlijk waar die blokbatterij op aangesloten gaat worden en dan loopt die door met een rood kabel, een pluskabel en een minkabel tot hier ongeveer, nou je ziet hier het uiteinde van de rode kabel. Dat is ook nog niet aangesloten, dat komt omdat hier straks een schakelaartje tussen komt. Aan de andere kant komen een drietal LED-lampen te zitten. Ze zitten hier door een buisje heen, dat is dat hangmechanisme wat ik ontworpen heb. Wat als alles goed is straks gewoon boven in die toren geschoven kan worden. Het zijn drie lampen met per lamp ook weer een rode en een zwarte draad. Waarbij straks de rode draden aan de schakelaar komen. Net als dit rode draadje van de houder voor de blokbatterij. En de zwarte delen inmiddels al gesoldeerd zijn tot één geheel met die van de blokbatterij. De schakelaar die heb ik hier liggen. Ook die komt natuurlijk van AliExpress af. En die is er simpelweg voor om de stroom te onderbreken. Deze gaan we straks tussen deze rode snoertjes en deze rode snoertjes monteren.
En dan kan je dus de verlichting aan- en uitzetten. Daartoe heb ik aan het topdeel van de toren een aantal aanpassingen moeten gaan doen. Het eerste, ik heb een slot moeten maken waarin deze schakelaar past, natuurlijk. Want het ziet er natuurlijk niet uit als dat met een kabeltje loshangt. Dus die gaat straks in de toren worden geschoven, dat er gewoon een aan- en uitknop in de toren zit, in de buitenwand. Nou, ik zei al, de aanpassing in de zin van het hangmechanisme. Het zit nog niet zoals het hoort. Ik weet niet of je het kunt zien, maar er is hier, er zit een sleuf in. En er zitten drie van die sleuven in. En die zijn net groot genoeg om elk één lampje te bevatten, zodat je er een soort van kroonluchter van kunt maken. En dat is ook wat ik wil doen, maar ik ga dat nog niet monteren. Simpelweg omdat eerst die schakelaar gemonteerd moet zijn en daarvoor moet eerst het topstuk van de toren klaar zijn. Ik hoop daar vanavond mee aan de gang te kunnen. Daarnaast, maar daar hoop ik nog van of dat goed werkt, dat zal ik moeten zien, had ik dus een dekseltje gemonteerd om straks bovenop dat compartiment te doen waar die batterij gaat zitten. Zodat je van bovenaf niet naar die batterij zit te kijken, maar simpelweg naar een soortement van, ja, zeg maar dak. Nou, dat zal vanavond wel eens gaan blijken of dat allemaal lukt. Als het bovendeel van de toren klaar is. En dan ga ik dat ook weer filmen. Tot straks. Zo, wat moet er nu nog gebeuren? Het bovengedeelte van de toren is klaar. En dan zien we hier dat kleine gat. En daarin moet straks dus de schakelaar gaan komen. Ja. Maar voordat we dat gaan doen, moet natuurlijk eerst de bedrading door dat gat heen om het te solderen op die schakelaar. Hier in het midden zien we dat ronde gat zitten. Daar komt uiteindelijk de hanger voor de lamp in terecht. En dan gaan we die zaken eens solderen. In die holle ruimte hierboven, daar komt de blokbatterij in. Ook dat kunnen we alvast laten zien. Hier komt de blokbatterij. En straks komt daar een klep overheen, zodat die buiten zicht valt. Nou, ik ga het eens even in elkaar zetten. En dan gaan we eens zien of dat een beetje werkt. En dan kom ik bij u terug. Tot zo. Zo, daar zijn we weer. Als je goed kijkt aan de bovenkant, zit de bekabeling er nu in. Aan de onderzijde zien we eigenlijk de houder met de verlichting als een soort kroonluchter. Ik zet dat erop. We zien hier ook de aan-uitschakelaar. De topdeksel is bezig te printen op dit moment en dan ga ik even de verlichting aanzetten. En kijk, dat we in de toren nu verlichting zitten. Nou, misschien moet dat nog iets beter, dat weet ik nog niet. Daar moet ik naar kijken, want er komt nog een onderlaag bij, dus hij is nog niet klaar. Morgen gaan we het resultaat hopelijk zien en dat ga ik in dezezelfde film, in dezezelfde video meenemen. Tot morgen. Zo, de toren is klaar. Als je goed kijkt, zie je hierboven ook nu de aan- en uitknop zitten voor de verlichting. Ik zal hem even wat draaien. Het enige wat ik heb gedaan aan verandering is dat ik de LED-verlichting voorzien heb van een klein stukje Captain Tape. Waardoor het licht wat geler wordt en wat meer lijkt op een fakkel dan dat helle licht wat een LED uitstraalt. Nou, ik ga even de lamp aandoen. En hier zien we dan de toren in al zijn glorie, met de verlichting aan. Even draaien. En dit is dus het project, de Lookout Tower van Jukka Seppänen. En dat voorzien van LED-verlichting. Ik hoop dat je het leuk vond en tot een volgende video. Dag.